Ik ben net naar het tuincentrum geweest en ik heb een nieuw plantje gekocht. Kijk hoe schattig. Hallo allemaal en welkom bij Mechelse Jungle. Ik ben Ellen en ik leer jullie graag alles over kamerplanten. Ik deel al mijn kennis over het stekken en verzorgen van kamerplanten, zodat ook jij groene vingers krijgt. Vandaag gaan we het hebben over hydrokorrels. Ik ga je wat meer vertellen over wat dat het net zijn en wat dat je ermee kan doen om het leven van jouw kamerplanten en van jezelf wat makkelijker te maken. Hydrokorrels, dat zijn eigenlijk allemaal kleine kleikorreltjes. Hydrokorrels wil eigenlijk zeggen kleiaggregaat dat licht werd uitgezet. Hydrokorrels, dat zijn dus kleine kleibolletjes en die zijn door een verhittingsproces uitgezet, zijn dat bolletjes geworden. En daardoor zijn die heel licht, dat weegt bijna niks. En die zijn heel erg luchtig en die houden ook het vocht goed vast. Die hydrokorrels kan je gebruiken op 4 verschillende manieren. Ik ga vandaag wat dieper in op 2 verschillende manieren, anders wordt deze video veel te lang. Je kan die namelijk boven in de pot gebruiken, onder in de pot. Je kan daar hydrocultuur mee creëren en je kan die hydrokorrels ook onder jouw potgrond mengen. Ik ga het vandaag hebben over hoe dat je die hydrokorrels kan gebruiken boven of onderaan jouw pot van jouw kamerplant. Voor hydrokorrels onderaan je pot te gebruiken, is belangrijk dat je weet dat we eigenlijk potten kunnen indelen in 2 soorten potten. Je hebt potten met een gat onderin, je kan er hier recht doorheen kijken, en je hebt potten die dicht zijn onderaan. Bij beide potten gebruik ik eigenlijk heel graag hydrokorrels, maar eigenlijk op een beetje, ja, het is op dezelfde manier, maar ze hebben een andere functie. Als de pot dicht is van onder, dan strooi ik een laagje hydrokorrels onder in de pot. En daarop zet ik mijn plantje neer. Wat is dan de bedoeling daarvan? Een pot die dicht is van onder. Ja, als je jouw plant water geeft, kan het water daaronderaan niet doorlopen. Dus het overtollige water blijft gewoon in de wortels van die plant zitten. Nu, als je hydrokorrels legt onderaan, dan gaan die hydrokorrels het vocht dat eigenlijk te veel is voor jouw plant, dat jouw plantje niet kan opdrinken, die hydrokorrels die gaan dat vocht absorberen en die gaan dat ook weer langzaamaan weer loslaten, waardoor dat jouw plant na een tijdje dan dat vocht weer ook, als die plant daar klaar is, kan die plant dat vocht weer opnemen. Natuurlijk blijft het wel belangrijk dat je jouw plantje niet te veel water geeft, want zo'n hydrokorrels die kunnen natuurlijk ook geen wonderen verrichten. Die kunnen geen 2 liter water oppakken en dan over 3 maanden verspreid langzaamaan aan jouw plant geven. Als je te veel water geeft, ja, als het echt te veel water is, dan gaat jouw plant nog altijd wortelrot krijgen. Maar hydrokorrels kunnen wel net dat beetje te veel water opnemen. Dus het is een beetje een extra veiligheid om jouw plantjes te beschermen tegen overbewatering. Maar ook als je een pot hebt met een gat onderaan, zoals deze pot die ik daarnet liet zien, dan vind ik het ook heel gemakkelijk om hydrokorrels te gebruiken. Dat heeft eigenlijk 2 verschillende redenen. Want ten eerste, als ik mijn plantje hier gewoon inzet zonder kweekpotje. Deze nieuwe plant die heeft nu nog een kweekpotje, maar ik kan die daaruit nemen en de plant gewoon met de potgrond in dit potje zetten. Dat is dan een beetje vervelend tijdens het verpotten, want je gaat dan merken dat al dat zand hier onder die, ja, van dat gat daaronder uit gaat komen en dan ligt jouw hele vloer vol en dan moet je natuurlijk weer stofzuigen. Nu, dat is geen ramp. Bij verpotten komt altijd wel wat vulligheid kijken en moet je meestal wel stofzuigen, tenzij als je het buiten doet. Maar ook elke keer als je jouw plantje water geeft, gaat dat water uit die pot lopen en komt daar weer potgrond mee met dat water dat daaruit loopt uit dat gat. En dat vind ik nu zelf toch wel een beetje vervelend. Dus wat ik doe is, eerst onderaan een laagje hydrokorrels leggen, zodat het gaatje van die pot eigenlijk een beetje bedekt is. Er kan nog altijd lucht bij. En dan pas zet ik mijn plant met die potgrond daarop. Op die manier gaat de potgrond een beetje, ja, wat meer gevangen zitten in het potje zelf. En gaat daar niet elke keer mijn vloer vuil maken als ik water geef of als ik aan het verpotten ben zelf. Een ander voordeel van het leggen van die hydrokorrels bij een pot waar dat een gaatje in zit, is
dat, ja, hetzelfde als bij de pot zonder gat, hè, die hydrokorrels kunnen altijd nog wat extra vocht opnemen en dat langzaamaan aan de plant teruggeven. Dus ik merk bij zulke planten met een gaatje onder in de pot, dat als je een laagje hydrokorrels onderaan jouw pot legt, dat je bij jouw plant minder vaak moet water geven. Want jouw plant kan nog wel eventjes voort op het vocht dat in die hydrokorrels zit opgeslagen. En dan nog een voordeel van hydrokorrels onderaan zo'n pot te leggen is dat ja, er kan net wat meer lucht bij de wortels van jouw plant. Dat gaatje van die pot zit eigenlijk niet volledig afgedekt. Er kan altijd wat lucht tussen die korrels door ontsnappen, waardoor dat de wortels wat extra lucht krijgen. En daar zijn plantenwortels heel erg blij mee. Als je gewoon potgrond hier meteen in doet, die potgrond na een tijdje raakt die nogal ja, wat platgedrukt eigenlijk. Doordat we altijd maar water geven, raakt die potgrond heel compact. En daardoor komt er net wat minder lucht bij die wortels. Want die potgrond drukt dan echt op de onderkant van die pot. Waardoor dat daar geen lucht meer bij kan. Hè? Maar door die hydrokorrels gaat dat niet. Blijft die potgrond altijd net een beetje luchtiger. En kan er wel wat meer lucht bij die wortels komen. Waar dat het plantje heel, heel blij van wordt. Een tweede toepassing van hydrokorrels is om ze bovenop de potgrond te strooien. Hè? Ik heb bijvoorbeeld hier mijn nieuwe plantje. En ik ga dan die hydrokorrels zo op die potgrond strooien. Waarom doe ik dat nu? Alwel, dat heeft verschillende voordelen. Ten eerste vind ik dat dat er best wel leuk uitziet. Hè? Dat geeft een plant... Ja, je zit zo net niet op wat grond, op wat aarde te kijken, maar op een mooie sierlijke korrel. Ik vind dat persoonlijk wat mooier. Zeker bij planten die vrij laag staan, plantjes die op de grond staan, vind ik dat wel een voordeel dat je niet gewoon op aarde en op wortels zit te kijken. Een tweede voordeel van hydrokorrels bovenop jouw planten strooien is dat je net iets minder vaak zal moeten water geven. De potgrond droogt net iets minder snel uit, want de potgrond kan minder snel verdampen. Plus tijdens het water geven, als je van bovenaf water geeft, dan gaan die hydrokorrels ook nat worden. En net zoals ik daarnet heb uitgelegd, die korrels gaan het vocht absorberen en ook weer langzaamaan loslaten. Dus niet alleen verdampt het water van de potgrond minder snel, de potgrond krijgt ook weer wat meer water op langere termijn door die hydrokorrels die dan het vocht langzaamaan loslaten. En een derde voordeel, en dat vind ik persoonlijk wel het allergrootste voordeel, dat is dat je minder van die vervelende vliegjes die tussen jouw planten zitten, rouwvliegjes, die zal je veel minder aantreffen bij planten die je bedekt met hydrokorrels. Waarom? Twee redenen. Ten eerste, die vliegjes kunnen niet meer zo goed in die potaarde. Die vliegjes leggen heel graag hun eitjes in vochtige potgrond. Dus ja, als de vliegjes er niet meer zo goed bij kunnen, ook al is die plant niet volledig bedekt, ik merk dat daar toch wel een verschil is. Dus die vliegjes kunnen veel minder makkelijk eitjes leggen, dus je zal veel minder vliegjes in jouw huis hebben. En daarnaast, zoals ik daarnet zei, moet je jouw plantje minder vaak water geven. En ook daar houden die vliegjes niet zo van. Die hebben heel graag een vochtige potgrond waarin dat ze hun verse eitjes kunnen leggen. Dus als jouw plantje wat minder vaak water krijgt en de top ervan is bedekt, dan zal je toch wel wat minder last hebben van die vervelende vliegjes. Een derde manier om hydrokorrels te gebruiken is door plantjes op hydrocultuur te zetten of op semicultuur. Net zoals dat ik bij dit plantje heb gedaan. Ik heb daarover al kort verteld in een andere video, dus ik zal die hier beneden linken, dat je dat kan terugkijken. Maar ik ga daar nog een filmpje over maken om daar wat dieper op in te gaan. Maar ik ben daar nu zelf ook nog mee aan het oefenen, dus ik ga een beetje wachten totdat ik er wat beter mee ben, zodat ik jullie ook echt alles kan vertellen over hydrocultuur. Een laatste toepassing is om hydrokorrels door jouw potgrond te mengen. Maar daar kan ik nog heel veel over vertellen. En dat ga ik ook doen in een volgend filmpje. Ga ik jou alles vertellen over hoe je jouw eigen potgrond kan mengen om de beste soort potgrondmix voor jouw plantjes te krijgen. Dus daarover binnenkort meer. Nog iets heel belangrijk als je hydrokorrels gebruikt. Die zijn vrij stoffig als je ze net uit de zak haalt. Allee, ik vind dat toch. Dus wat dat ik altijd doe, is om die eventjes in een zeef te doen en ze dan goed onder de kraan te houden en goed af te spoelen. Op die manier zijn de hydrokorrels minder stof, waardoor dat er ook minder stof zal circuleren in jouw huis. Maar op die manier kunnen de hydrokorrels ook al een keertje
ja, al een eerste keer wat vocht absorberen. Dus is die klei al een beetje geactiveerd, is die klaar om water te absorberen. Zo, dat was het voor vandaag. Dat was de korte introductie tot hydrokorrels en wat je ermee kan doen. Ik hoop dat je weer van alles hebt bijgeleerd en dat je weer een stapje dichter hebt gezet richting groene vingers. Als je nog meer van Mechelse Jungle wil zien, abonneer je dan op dit kanaal en geef deze video een duimpje omhoog. Daar ben ik altijd heel blij mee. Mocht je nog vragen hebben over hydrokorrels of over andere zaken die met planten te maken hebben, stuur mij dan een e-mail of laat een reactie achter hier beneden. Je kan nog meer volgen van Mechelse Jungle op Instagram, op mechelse.jungle. En daar kan je al mijn plantjes en alle dingen die ik daarmee doe, kan je daar bekijken. Ik hoop je snel weer te zien en tot ziens. Dag!